Laatste koppel van vanavond. Deze stemkunstenaar kan wel redelijk verdienstelijk op een drumstel rossen, maar zou die dat ook op haar kunnen? We hebben ze hier al omgedoopt tot het duo Pavarotti, Edwin Evers en Birgit Lewis. TV is inderdaad niet zo mijn ding. Ik lag niet te zingen in de wieg, maar ik had wel een voorbeeld. Chaka Khan natuurlijk, dat is voor mij echt de queen. Ik ben niet zo'n idole man. Als je met mij gaat werken, dan... Ik ben heel benieuwd met wie ik ga zingen. Ik zorg ervoor dat je die passie krijgt. Nee, dat meen je niet. Ja hoor. Ik had het al stiekem een beetje gehoopt. Hallo. Ik vind haar echt een van de beste zangeressen van het land. Wat een koppel. Heerlijk. Heerlijk. Wat leuk. Ja, super. Hartstikke goed. Ik bewonder haar enorm, dus ik ben er ontzettend blij mee. My love. Ik ken het niet. Maakt niet uit, man. You're every breath. Birgit kan zoveel stijlen en ik hou van heel veel stijlen. Dus ik denk dat een goede combi is. Edwin is gewoon muzikaal, dus we hebben echt een streepje voor. Just wanna look at you. And I know it's gonna be a lovely day. Dat lijkt me ook het ergste, dat je dan zo'n hele mooie showtrap hebt en dat je dan vanaf kukelt. Met z'n tweeën ook. Hoep. Goedemiddag, daar zijn we. Het origineel werd gezongen door Bono en Mary J. Blige. Nou, dat moet te doen zijn. Hier zijn Edwin Evers en Birgit Lewis met het nummer One. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Ja, wist je dat hij kon zingen, Birgit? Ik had geruchten gehoord. Maar je weet het nooit. Ja. Want nou, ik was zo verbaasd toen ik hem voor het eerst hoorde zingen. Ik had echt zoiets van, oh my god, thank you, thank you, thank you. Hij kan het! Ja, 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 ja. Nou, we gaan eens even kijken naar de jury, Cornald. We wisten natuurlijk al dat jij Edwin goed in de huid kan kruipen van mensen. De Broertjes de Boer bijvoorbeeld. Ja. Nu dan de zanger. Nou, qua performance is het een beetje het jongetje, net als ik vroeger, dat net voor de bok bij gymnastiek heel hard afrent. Dus nog niet volledig geeft. Maar qua zang echt heel erg onder de indruk. Je gaat onderhand Bono voorbij, gerustgesteund door deze geweldige werk. Mary J. Blige, de naast natuurlijk. Margriet? Ja,
het is zo dat, dat je zeg maar tegen de zinger zegt van nou hou je dame aan vast. Maar ik denk dat Berkert zich wel, best wel vast kan houden aan Edwin. Ik ben bang dat dit geweldig gaat worden. Oh. Echt enorm. Geniet nog even van het applaus voor Edwin Evers en Berlin Lewis. En ik had het u al eerder gezegd, de punten van vanavond zijn heel erg belangrijk voor morgen. Want dan moeten we dus helaas afscheid gaan nemen van een van deze fantastische koppels. Als u thuis vindt dat Edwin en Birgit zeker erin moeten blijven, sms dan Edwin naar 1010. Wilt u hem eruit, kunt u Ed Wuit sms'en. En het nummer om te bellen is 09090379. Ongelooflijk. Zo. Had ik ooit verwacht dat jij maar nog een keer kippenvel zou zien? Dat had ik echt niet verwacht. Echt nou, ongelooflijk. Ik weet dat ik dat een paar keer bij jou heb gedaan, maar ik zo vals om. In de uitzending. Ben je blij, Birgit? Ik ben zo blij. Ik ben zo trots op Edwin. Ja. Echt waar, echt waar. En maar, ja, hij heeft het nu zo goed gedaan, dus ik ben heel benieuwd wat er nog meer gaat komen. Ja, ja niet te geloven. Ja. Ik denk dat jij heel Nederland verbaasd hebt doen staan. Volgens mij moet jij gewoon stoppen met de radio nu echt gewoon een zangcarrière gaan doen. Ja, nou... Ja, dat zou ik echt... Ja, dat zou ik heel graag willen, want dan kan ik namelijk in die ochtend... We gaan voor de laatste keer vanavond vragen naar de punten van de jury. May I have your votes, please? Cornald Maas. Een 8. Oh my god! Margriet Eshuis. Een hele hoge 8. Rob Stenders. Jezus man, wat een verrassing. Evers een 9. Hulde. Oh, yeah! Esther Hart. Een hele vette 8. Nou. Oh my god. Fantastisch. Ja, ik ben echt Heerlijk. Gefeliciteerd. Oh, te gek. Ja, echt gefeliciteerd. Oh, we hebben de 9 duo's gezien en gehoord en we blikken nog even terug. En we kijken bij wie de nood het hoogst was. En voor u is het namelijk de laatste kans om uw stem uit te brengen. En misschien die reis naar Barcelona te winnen.